Goed, wat is de zin van het leven eigenlijk? En waarom staat er een W in Mooie Ert? Overgang. Ja, zeg het maar. Over die en veel meer andere vragen draait het in de nieuwe theatershow van Nijmegenaar Lucky Fons de Derde, Buiten de Lijnen heet het. Zaterdag speelt hij voor het eerst zijn nieuwe show in het Arnhemse Posttheater. De in Nijmegen geboren singer-songwriter Lucky Fons de Derde is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Hij produceerde verschillende albums, trad vaak op in De Wereld Draait Door. Leuk dat je er weer bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, ooit was je onze huisband, in je eentje. En speelde menig podium plat. Dit weekend staat hij in het Posttheater in Arnhem met zijn nieuwe theatertour, Buiten de Lijnen. Lucky jongen. Een leuk filmpje. Ja, goed zo. Leuk om Armand even te zien. Ja, altijd mooi. Ja. Vandaag een nieuw album van zijn oude onuitgebrachte werk uitgekomen. Ben je echt een liefhebber van Armand? Ja, hij is een grote bron van inspiratie voor mij. Ja, een van de eerste Nederlandse songwriters die echt wild durfde om te gaan met de Nederlandse taal. Ja. Mooie man. Ja. Hè? De zin van het leven. Ik vind het nogal een groot thema, jongen. Wat is de zin van het leven? Vertel het mij. De grap is dus, er staat dus die twee vragen. Daar begon bij de, wat doet die W in het woord ert? Ja. En wat is de zin van het leven? Bleek dat die eerste vraag veel moeilijker is dan de tweede eigenlijk. Ja. De W in de ert vind je moeilijker. Ja, dat is een heel lang verhaal. Als ik dat zo, waarom er een W in het letter ert zit. Als ik dat zo 1, 2, 3 kon zeggen, dan had ik die show niet hoeven maken. Ik heb echt die anderhalf uur voor nodig. Inclusief het licht. Zo, ja. Okay. Ik heb er al mijn instrumenten voor nodig om dat uit te leggen. Maar de zin van het leven, dat is niet zo moeilijk. Nee, wat zal? Nee, maar ik wil het weten, want ik ben er nog niet uit. Ik weet niet of de rest de vraag naar de zin van het leven is natuurlijk al, dan ben je, heb je al vragen overgestaan. En dan ga je er bijvoorbeeld al van uit dat het leven zin heeft. Dus dat is eerst al een vraag van moet het leven zin hebben? Heeft het leven zin? Ja. Of zoals mijn moeder altijd zei, als het leven geen zin heeft, dan maakt het maar zin. Ja, maar bijvoorbeeld. Dat kan ook nog, hè? Dat is een goede. Ja. Maar ik heb daar ook helemaal niet, ik ben daar ook niet uit of zo. Kijk, mijn show is geen preek, maar een soort wijze levensles op het ijs. Aan het eind. Ik weet je wel, een klassiek cabaret is soms ook een beetje preken. Dat hoort een beetje bij, weet je wel. De cabaretier is ook een soort grappige dominee vaak. Mm-hmm. Maar ik ben zelf meer van het essay. Dus het onderzoekend nadenken. Ja. En je geeft mensen ook, je vult het niet in, maar Precies. Nee, ik heb niet een autoriteit ook, denk ik, om over dat soort daken een soort van het laatste woord te hebben. De zin van het leven, ik denk dat we allemaal wie wel inderdaad. Ja. Maar daar gaat mijn show wel een beetje over. Van wie wat u zegt, wie wel. Wie heeft wel de autoriteiten over te zeggen. Om dat te zeggen. En dat is uiteindelijk een heel complex iets. Maar het gaat mij meer om het. Ik ben geïnteresseerd in het stellen van vragen. En het soort van het mooie van nadenken zelf. Meer dan. De zoektocht en niet het antwoord. Ja, precies. Mag ik vragen? Wie is jouw inspiratiebron dan? Ik heb heel veel inspiratie. Ja. Maar bijvoorbeeld als tekstschrijver, bijvoorbeeld Armand kwam net voorbij. Mijn grote held is altijd Bob Dylan geweest. Okay. En in het theater hou ik meer van de filosofische. Aangelegde mensen die ook grappig zijn. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld Micha Wertheim of Paulien Cornelissen en Laura van Dolron. Dat soort theatermakers die zeg maar en humor hebben. Dus die zijn gewoon onderhoudend en toegankelijk. Mm. Je gaat dan naar een show en dan word je eigenlijk meegenomen op een soort gedachtentrein. Mm. Dat vind ik altijd heel leuk als iemand op het podium echt de trein van zijn gedachten kan laten zien. En dat ambieer ik dan zelf ook een beetje. We gaan zo luisteren naar een heel kort treintje van jou. Hè? Ja, je gaat een liedje voor ons zingen. Ja, dat is eigenlijk een liedje. Dat heet de werktitel. Het heeft nog geen titel. Want dit wordt de wereldpremière. Kijk aan. Ja, want ik heb het nooit eerder in de media gezongen. En het heet Een prachtige relatie. En het gaat eigenlijk over een relatie die zo mooi is. Omdat die eigenlijk nooit heeft plaatsgevonden. Ja. Nou, graag was naar je plek. Dan kan ik vast vertellen dat we een unicum hebben. Want Lucky Fons gaat optreden met de gitaar van Colin. Ja. Dat mag eigenlijk nooit. En Colin, je weet toch dat elk optreden eindigt met het in stukken slaan van de gitaar? Nou, dat is mij niet verteld, maar ik weet waar die woont. Dus Lucky Fons, de Derde. Dank jullie wel. Een vaas in het Rijksmuseum, die kost meer dan 1 miljoen. Ik
Ik heb die nooit laten vallen. En dat ga ik ook niet doen. Maar mocht het toch gebeuren, dan is er nog niks aan de hand. Dan bedenk ik me tevreden. Ik stak hier nog nooit iets in de brand. En zo heb ik jou dus ook nog nooit iets aangedaan. Ik had je hart wel willen breken, maar je zag me niet eens staan. Je hebt me nooit gedumpt, zelfs nog nooit ontmoet. Wat een prachtige relatie. Dat doen we goed. En de man die op de aarde het allersnelste holt, is geboren in Jamaica. En zijn naam is Usain Bolt. Maar ik heb zelf nog nooit in een race met hem gereced. Dus hij kan technisch niet bewijzen dat ik niet sneller was geweest. En zo heb ik jou dus ook nog nooit iets aangedaan. Ik had je hart wel willen breken, maar je zag me niet eens staan. Je hebt me nooit gedumpt, zelfs nog nooit ontmoet. Wat een prachtige relatie. Dat doen we goed. Dat doen we goed. Dankjewel. Mooi, mooi, mooi. Maar de gitaar is nog heel ja, lief. Wat hij is nog ontzettend heel lief. Oh, ik ben een beetje verliefd. Ja, ik ben een beetje.